Overtreding Gilaus. Die liep daar Veloso aan, maar geloof mij, zij blijven liggen. Van vermoeidheid ook, met die twee, ze zijn blij dat ze even kunnen rusten. En ze krijgen nu de tijd van te rusten, want dus na 45 minuten is de stand 0-0. De tussenstand is 1 schot tussen de palen van PSV en 1 kopbal bijna tussen de palen van Benfica. Ik wens u en mij een betere tweede helft. Tot over een tiental minuten. En wij hopen op een betere klankkwaliteit voor die tweede speelhelft, dames en heren sportliefhebbers, waarop we nu gaan wachten met een streepje muziek. Voor de tweede speelhelft, dames en heren sportliefhebbers, tussen PSV Eindhoven en Benfica Lissabon, gaan we nu terug naar Stuttgart bij Erik de Sadeleer. Dames en heren, er is al één ploeg op het veld en hier komt de tweede, Benfica met Sintoni. Dus ik weet niet of de trainers veel zullen gezegd hebben tijdens de rust. Tegenstander heeft vrijwel geen doelkans gekregen hier. Ernie, dus de mascotte voor het Europese kampioenschap dat gaat starten. En die heeft een lachend gezicht, maar die kan moeilijk anders natuurlijk. Die is er voor de publiciteit. Tijdens de rust kan ik u wel zeggen, onder de collega's weinig lachende gezichten. Onze Deense collega die ook van een lachje houdt, die verzekerd dat hij de geschiedenis van de wereld verteld heeft en dat hij aan de 16e eeuw toe is en dat hij hoopt dat hij natuurlijk niet verder zou geraken dan de 18e eeuw. Hier is dan de beker en die moet vandaag ergens naartoe. Dat wordt dan Eindhoven of Lissabon. Maar dat kan dus nog na lang wachten worden. Want dus dat eerste doelpunt dat de wedstrijd moet openbreken is dus nogal de vinger. Geen wijzigingen,